Van harte welkom bij jouw volle maan reading op het gebied van liefde, relaties, karmische verbindingen en wat verstaan we onder karmische verbindingen, soulmates en tweelingzielen en natuurlijk ook valse twins, want daar hebben we ook allemaal wel eens mee te maken. Eigenlijk alles op het thema van liefde. Mijn naam is Mireille van Rijn, voor de mensen die dat nog niet wisten. Welkom, leuk en we hebben de volle maan in Boogschutter op 26 mei. En die is heel intens. Het is een supermaan, een bloedmaan. Dus hij kleurt ook nog van dat mooi diep oranje. Als je de gelegenheid hebt en je kan hem zien, prachtig. En het is ook een maansverduistering. De tweede en de laatste van dit jaar. Super bijzonder. En die maansverduistering kunnen we vanuit Nederland helaas niet zien. Maar de emoties en de kracht van deze maan, die liegen er ook niet om. En eigenlijk is dat zeker op het gebied van liefde en die karmische verbindingen fantastisch. Want wat gebeurt er? Het wordt nu duidelijk waar we in vastlopen emotioneel. Dus dat is ook wel weer heel mooi. Boogschutter is verbonden aan Jupiter. En dat is eigenlijk een beetje de filosoof, de onderzoeker, de veelwetende ook. En Jupiter is erg toekomstgericht. Maar door die volle maanenergie komt dat allemaal een beetje naar boven, van die emoties en zo. Waardoor dingen een beetje onder een vergrootglas kunnen komen. Ja, en dan krijgen we duidelijkheid. En degene die jij leuk vindt, zal dat ook meemaken. Dus dat is alleen maar een fantastisch effect. Want dan krijg je eigenlijk, doordat je naar jezelf duidelijk bent, de ander krijgt duidelijkheid voor zichzelf. Dan weet je op een gegeven moment waar je aan toe bent. Dan krijg je ook duidelijkheid. Dan kan je verder met elkaar of je kan je eigen weg weer bewandelen. Maar goed, dan loop ik als een boogschutter energie even op de zaken vooruit. Maar ja, dat doen boogschutters. Ik ben geen boogschutter, maar boogschutters die hebben altijd al hun pijlen op hun doel gericht en altijd hoge doelen willen ze altijd behalen. Dat is echt boogschutter eigen. En ik krijg nog steeds de vraag, is dit alleen voor boogschutters? Nee. Hoe steekt dat nou in elkaar? We hebben allemaal, kennen we eb en vloed en we weten allemaal dat de maan invloed heeft op eb en vloed. Nou, de maan heeft ook invloed op onze emoties en zo hebben eigenlijk alle planeten invloed op onze energie. Nou, we gaan vooral naar die volle maanenergie kijken. En die staat dan in het teken van boogschutter. En die energiemix eigenlijk van de maan en het sterrenbeeld boogschutter, dat heeft invloed op het collectief, op ons allemaal. Zo werkt dat dus. En we gaan kijken met de romantiek kaarten. En er liggen allemaal hele leuke kaartendeks voor jullie klaar. Ik heb er zin in en ik ben heel erg benieuwd. Ben jij nog geen abonnee? Hieronder ergens kun jij op die abonneerknop klikken. Bij 5000 likes komt er een hele leuke actie. Of bij 5000 abonnees, daar zitten we bijna aan. Dus ik zou het wel weten als ik jullie was. Vergeet dan niet om even je melding aan te zetten, zodat je ook direct een melding krijgt als er weer wat nieuws gebeurt. Want er gaan allerlei leuke nieuwe dingen aankomen. Ga ik allemaal nog niet verklappen. Wel leuk om te vertellen is dat ik een nieuwe website heb. www.mireilleweetmeer.nl. De naam waar ik ooit mee begonnen heb, heb ik weer ingezet. Want ik vind dat toch wel een hele toepasselijke naam. Dus niet zo zweverig. Ik weet ook meer. Ik weet niet alles. Maar ik vond het wel tijd worden voor weer een nieuw verhaal. Een mooie, schone nieuwe website. Dus ga zeker even een kijkje nemen. Heel spoedig. Besluit heel helder wat je wilt, zodat het ook kan gebeuren. Nu. Kijk eens aan. En wat heb ik nog meer? Doe er moeite voor. Diepe liefde is het waard dat je de nodige stappen neemt. Nou, dan pak ik er nog één, want ik pak er altijd drie. Dan leg ik ze even weg. Zo. En dan heb ik voor jou, je bent beminnend waard. Dus hoe mooi is dat? Maar ik ga even deze kaarten erbij pakken. En dat zijn hele mooie kaarten. Kaarten, het sterrenlicht zijn dat. Dat zijn deze. Wil je daar meer over weten, kun je dat ook op Mireille Weet Meer vinden. Dus linkje zal ik onderaan de video plaatsen. Ze zijn splinternieuw, maar het zijn prachtige boodschappen. Dus die wil ik jullie zeker niet ontnemen. Daar gaan we ter aanvulling op dit verhaal. En ik ben heel erg benieuwd. Wat heb ik hier? Alle wegen leiden naar huis.
Wat een mooie kaart. En er staat een driehoek onder. En dus dat is eigenlijk het ontvangen naar het aardse toe. En het staat ook eigenlijk dat je heel erg in je ontvangmodus mag. En dat je dat ook uit mag zenden. Want hier staat natuurlijk ook heel helder. Hè? Besluit heel helder wat je wilt. Maar we gaan ook deze kaarten er even bij pakken. Ook hele mooie kaarten. Dat is Universum staat achter je. Eens even kijken wat zij voor een boodschap heeft voor ons. Met die volle maan energie in boogschutter. Een supermaan, een bloedsmaan. Oh, daar valt er al eentje uit. En dat is... Dank je universum dat ik het licht door de duisternis mag zien en dat liefde mijn angst verjaagt. Dus je mag echt vol in de liefde. Je bent ook beminnenswaard. En het wordt tijd dat jij dat zelf ook vindt. We gaan nog eens even naar de fluisteringen van de natuur. Kijken wat daarbij komt. Dan heb ik toon je altijd op je best. Kijk dan maar een mooie kaart ook. En we pakken er nog één. En dat is het shamanen-orakel. En dan gaan we daarna even aanvullen. Maar dan ga ik het even helemaal duiden. Dus ik schud even deze kaarten. Ik wil het vandaag gewoon eens even anders doen dan gewoon. Dat doet ook maar weer gewoon op mijn gevoel zoals altijd. En daar komt hij. Zo, ze zijn splinternieuw, dus ze plakken nog een beetje. Het pad van schoonheid. Wauw. Daar pak ik wel even het boekje bij. De meeste kaarten kan ik allemaal zo duiden. Dat kan ik nu ook. Maar ik vind het wel leuk om even het boekje erbij te pakken deze keer. Kaart 4. Het pad van schoonheid. Nou, eens even kijken. Ik ben alweer veel te ver. Ik ben nooit zo van de boekjes. Nou, de deurbel ging, dus kon ik direct even dat boekje pakken. Of de bladzijde. Het pad van schoonheid is zowel het pad dat je bewandelt, als het pad dat je dagelijks in de praktijk mag brengen. Het is het pad waarop je ervoor kiest om op reis door het leven alleen het mooie dat voor je, achter je en overal om je heen ligt te zien. Het gaat dus echt hier... Omdat jij vanuit die energie van die volle maan echt gaat kijken. En dat is eigenlijk zo toepasselijk. Omdat dingen heel erg vergroot gaan worden in je emoties, in de diepte. Dus dat is heel erg mooi. Om dit te verwezenlijken moet je in elke situatie waarin je verkeert actie ondernemen. Als het moeilijk wordt, treed je in een moeilijke situatie integer tegemoet. En wil je er vrede in brengen. Wanneer iedereen... om je heen alles alleen maar donker inziet, dan wijs je hen op het licht en laat je hen de verborgen schatten zien. Wat ontzettend mooi. Kijk, het medicijn. Probeer niet langer relaties te herstellen waarvan je dacht dat ze vertrokken waren. Erken dat dit alles op dit moment zo moet zijn en zie de schoonheid ervan in. Wanneer je dit begrijpt, zul je de gewenste verandering tot stand kunnen brengen. Houd je niet met negatieve praatjes en gedoe van anderen bezig. Laat je niet verleiden door de oppervlakkige schoonheid van een project of een relatie die speelt. Tenzij je bereid bent er de prijs voor te betalen. En de uitnodiging wat deze kaart vertelt. Deze kaart nodig je eigenlijk uit om schoonheid in je leven uit te creëren. En de schoonheid in jezelf van anderen te herkennen en te erkennen. Ruik niet langer aan de rozen. Haal diep adem. Kijk naar de sterren en herken de pracht die je omgeeft. De schoonheid in elke situatie. En je zult op een mooie en vriendelijke manier de les ontvangen die het leven je leert. Nou, amen wil ik bijna zeggen. Dus het pad van de schoonheid. Ik ga hem nog even laten zien. En dat samen met toon je altijd op je best. Nou, hoe mooi gekoppeld. Want deze kaart vertelt ook... Kijk naar het mooie en geef het mooie en wijs mensen op het mooie. Je bent beminnenswaard. Dus kijk zeker de algemene volle maanreading ook even terug. Want daar heb ik het er ook over op een andere manier. Dat we dingen anders gaan doen. En dus besluit ook dus echt wat je wil. En diepe liefde is het waard dat je de nodige stappen neemt. En het belangrijkste is je bent beminnenswaard. Hoe mooi is dat? En liefde overwint alles. Dus ook dat vertrouwen. Ik ga eens even de kaarten hier allemaal zo aan de kant doen. Want dan kunnen we even de tarot en de Lenormand erbij pakken. Nou.
Die leggen we hier neer. En dan leggen we deze zo helemaal hier. Nou, zal ik het even doen? Want ik kan ze niet allemaal in beeld. Nou, we doen het gewoon zo. Komt wel goed. En ik heb ze allemaal laten zien. Dus dat is ook niet zo'n punt. Ik leg die er overheen. En we gaan eens even kijken wat de lichtzieners ons willen brengen. Daar gaan we. Wat is nou belangrijk voor deze volle maanperiode op het gebied van liefde, relatie, geluk. Alles wat met het thema liefde, karmische verbindingen, soulmates, tweelingzielen te maken heeft. Hoe mooi is dat? Wat ik heel sterk voel, dat er nog wat haperingen zijn die we misschien nog niet willen zien. En dat gaat niet over iedereen. Maar dat er haperingen zijn die we nog niet kunnen zien, willen zien. Maar die we uit mogen haken. En dat je dus ook moeite voor jezelf mag doen. En dat heeft weer met die zelfliefde te maken. Koningin van Munten, nou prachtig. De Koningin van Munten staat heel dicht bij de natuur. En het moet betrouwbaar zijn. Die wil vertrouwen, zekerheid, betrouwbaarheid. En ook de kluizenaar. En die hadden we ook in de algemene legging. Maagdenenergie met stiermaagd steenbokken energie. Dus dat is wel heel bijzonder. Zij wil weten of het allemaal klopt. Of het betrouwbaar is. De weg die gelopen wordt. Ze wil dat vertrouwen terug hebben. Die kluizenaar trekt zich even terug. Om het licht ergens op te schijnen. Koning van Bekers. Dus dat heeft met het stromen van emoties te maken, maar ook een bepaalde stabiliteit die er zeker is. Twee hofkaarten hebben we al. Dan heb ik vijf van staven. Dus nog even het gevecht. Hoe gaan we het doen? Welke vorm? Dus daar is nog wel wat gestoei, maar dat hoort erbij. En dan heb ik ook nog de zes van munten. Ook weer een aardekaart. Dus het wordt allemaal wel veel aardser. We gaan iets meer uit die hogere sferen vanuit die karmische verbinding. Want dan kan je echt doen laten spacen bijna. En dit is natuurlijk heel erg aards beide. Balans. En dingen gaan veel meer in balans komen. Er moet nog één kaart bij, voel ik. En dat is de toren. De toren kan een heftige kaart zijn. En dan denk je, oh, heb je haar weer met het torenmoment. Maar dat hoeft helemaal niet. Want dat kan ook plotseling inzicht zijn. Van jou of van de ander. Naar hoe het verder kan. En ook een plotseling dieper, intenser gevoel. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Oké, ik zit even te denken. Wat ga ik doen? Ik moet niet denken, ik moet voelen. Ik ga met deze kaarten even verder leggen. Ik wil verdieping en verduidelijking op deze serie. Maar dan ga ik ze wel even opnieuw schudden. Verdieping op de Koningin van Munten. Oké, wat heb ik hier? Gematigdheid. Nou, die Koningin van Munten wil dus eigenlijk alles maar betrouwbaar hebben. Deze kaart geeft aan, je mag weer eigenlijk een stap in je gevoel gaan zetten. Dus veel meer leven vanuit het gevoel, maar wel heel aards. Maar aarde betekent eigenlijk ervaren, aardse dingen ervaren. Vanuit die betrouwbaarheid. Maar je kan natuurlijk niet alleen maar in je hoofd gaan zitten. Het is heel erg belangrijk om ook dat gevoel toe te passen. En je ziet hier eigenlijk dat donker en dat licht. Dus die balans die daar heel duidelijk naar voren komt. En wat heb ik dan hier voor jou? Ridder van Staven. Dus dit is wel heel bijzonder. Want die kluizenaar trekt zich eigenlijk terug. Ridder van Staven is onrustig, rusteloos, aantrekken, afstoten. Het kan heel goed zijn dat jij de ontvanger van deze ridding denkt. Ja, dag, ik ga nu even lekker in mijn grot. Ook al ben ik een vrouw, ik heb ook een grot. Ik vind het helemaal goed. Ik ga me even koest houden. Maar dat hart wil eigenlijk ook actie gaan ondernemen. En misschien is het wel goed dat je die ander eens actie laat ondernemen. Oké. Schildknaap van Munten. Dus ook weer een nieuw begin. Nieuwe dingen aan het leren vanuit die hele nieuwe energie. Die heel duidelijk voelbaar is. Een nieuw begin. En dat kan dus zijn in een bestaande relatie dat er een hele nieuwe cyclus gaat ontstaan. Maar voor aantrekking, hè, voor nog niet bestaande relaties die wel al echt iemand op het oog hebben. Waarvan je voelt, ja, maar er is echt iets, dat is een gevoel van binnen. Dat gaat groeien. Dus dat is heel mooi. Dan heb ik de acht van zwaarden. Jeetje, je mag in de spiegel kijken. Er is iets wat je nog niet wil zien. Wat je moeilijk vindt. Naar waarheid kijken. Je voelt je vastzitten.
Ik kan je dit vertellen, gooi die blinddoek af, gooi die bondage af en ga kijken. Want als je gaat kijken, dan kun je het zien. En als je gaat zien, dan is het misschien niet leuk, maar het past wel bij die volle maanenergie. Omdat er komen emoties en gevoelens heel duidelijk naar boven, maar die worden ook veel zichtbaarder. Maar geconfronteerd worden met waarheid is gewoon niet altijd leuk. En dat onderdrukken we liever of dat duwen we liever weg. Maar dit is dé kans om het aan te gaan. Het oordeel. Vernieuwing is onderweg. Dus je gaat nog even terugblikken. Vanuit dat vergrootglas, zeg maar. Vanuit dat hele volle maan gebeuren. Maar er komt dus ook echt vernieuwing naar je toe. En dan heb ik voor jou zwaarde 3. Dus er wordt ook echt pijn losgelaten. Je ziet het aan de toren. Dus hetgeen wat niet klopt, klopt ook echt niet. En dat ga je loslaten. Geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dat zou wat zijn, maar dat is het niet. Ik ga daar even de kaarten nog verder bij schudden. Ik wil verdieping verduidelijken op de toren en op de zwaarde 3. Wat is hier aan de hand? Kom maar door. Ah, Ridder van Bekers. Top. Dus er komt vergeving, er komt aanbidding, er komt beminning. Dat komt er ook gewoon aan. Wat het hier over gaat, is dat jij misschien in de liefde, in jouw connectie, vanuit het verleden, toen we 12 waren of 16 waren, hadden we allemaal dromen hoe het allemaal uit moest zien, het perfecte plaatje. Die patronen ben je blijven volgen. Je bent vaker teleurgesteld, dat is wat ik doorkrijg. Als jij dat in kunt zien, waarin jij dus waarheid mag gaan kijken, die in die spiegel mag kijken, en je doorbreekt dat patroon, geven en nemen komt in balans en dan krijg ik door, je gaf alleen maar, je gaf veel te veel, waardoor je ook niet kon ontvangen. Dat stuk is afgelopen, dus dat kan met de nodige tranen gaan over jezelf. Niet vanuit zelfmedelijden, maar misschien wel met iets oud wat je los gaat laten. Ridder van Bekers en 7 van Bekers. 7 van Bekers betekent ook dat je nog geen keuze hoeft te maken. En soms zijn we dan ook bang van, ja, wat zit er nou onder welke beker? Maar ja, als we hier zien dat je eigenlijk weer in je gevoel mag stappen en mag leven vanuit je gevoel, wat houd je dan tegen? Nou, we gaan Madame Lennemann er toch even bij halen nog. Wat zij hier nog vanuit een andere energie, want dit werkt net weer even anders. Maar ik vind het altijd wel leuk om even de proef op de som te nemen, want het bevestigt altijd weer elkaar. Nou, die valt eruit. En de slang ook. Die bleef er plakken, dus die stop ik er weer in. Want ik heb niet het gevoel dat die hierbij horen. En zo wel, dan komen ze vanzelf wel weer terug. Daar gaan we. Kom maar door. Zo, nou, er valt er weer een stapel uit. Maar dat is niet omdat ze daar... Ze zijn nieuw, hè. En ik heb het, nou, wel een paar Lennemann decks liggen. Maar voor het kanaal probeer ik altijd de nieuwste kaarten te pakken. En deze zijn nog zo nieuw dat ze glad zijn. Oké, daar gaan we. De maan. Nou, leef vanuit je gevoel. Aarde en maan, volle maan. De maancyclus is heel erg belangrijk. Dromen en wensen uitkomen. Juist door dat terugtrekken, en dat betekent niet dat je deuren dicht moet doen, maar jij even heel dicht bij jezelf te blijven, zie ik eigenlijk die verbinding eraan komen. Toch de slang die even naar voren moest komen. Dat heeft dan echt met een transformatie te maken. Let wel een beetje op die misleiding die je ook naar jezelf kunt hebben. Mr. Handsome, aas van harten. Dus ook weer bekers, aas. Het hart krijgt dus ook echt een nieuwe impuls. Hier wil het hart een actie ondernemen. En hier zien we eigenlijk al dat het hart een actie onderneemt. Gesprekken die gevoerd gaan worden, maar ook het nestje dat gebouwd wordt, daar staat deze kaart onder andere ook voor. Maar vooral die gesprekken, de communicatie. De kist, dus dat is een afsluiting van dat stuk. En dan hebben we de roede. Dus er kan nog wat innerlijke emotionele strijd zijn, maar dat ga je ook meester worden. Dat is ook precies de bedoeling. En de ijsbeer is eigenlijk de scheppingskracht, de vastberadenheid, standvastigheid. Tuurlijk kan het duiden, ook op jaloezie en een bepaalde valsheid, zeker omdat de slang er ook ligt. Dus voor een aantal kan dit dus wel echt naar boven komen, waardoor je een beetje hartzeer hebt. Maar als je vanuit hartzeer en die toren gaat kijken, dan kun je ook bedenken
Ik heb wel verdriet, ik voel mij gekwetst. Dat klopt, maar dat zegt niks over jou. Maar dat zegt iets over de ander. En dan kan je het loslaten. Dan kun je naar die waarheid gaan kijken. Hier in die spiegel. En dan kan je dus ook verder. Want dit staat wel al jou echt te wachten. Dat ligt al om de hoek. Om hem af te sluiten gaan we natuurlijk nog even een liefdesorakelkaart trekken. Ik ben heel erg benieuwd. En heb je zoiets, Mireille, ik vind het helemaal leuk. Ik herken veel, maar zou je voor mij persoonlijk eens kunnen kijken? Natuurlijk kan dat. Kijk even op Medium Mireille, wil ik zeggen. Daar kun je wel op kijken. Dan word je toch doorgelinkt op mireilleweetmeer.nl. Dan kun je kijken voor een consult in de praktijk, een telefonisch consult. Ik kan een kaartlegging voor je doen en dan spreek ik jouw legging in, kwartaalreading. En dat mag ook op het thema liefde zijn. Direct telefonisch consult kun je gewoon naar puurmedium.nl. Alle beschrijvingen, welke kaartendeks of hoe dat werkt met een consult, kun je in de beschrijving van deze video allemaal terugvinden. En wij willen nog even die kers op de taart. Kom maar door. Wat is de liefdesboodschap voor deze volle maanfase? Vrijheid. Er is niets wat je zou kunnen tegenhouden. En dat had ik dus ook bij de algemene reading. Dus dat is echt wel bizar. Ik heb het gevoel dat er een aantal mensen misschien nog met wat toxische shit zitten, om het zo maar te zeggen. Daar mogen ze zich van bevrijden. Maar dat is een deel. En dat heeft vaak met valse twins te maken. Of heel erg behoefte hebben aan die liefde. Dat je misschien te graag wil geloven of te veel geeft. Maar dat is echt maar voor een klein deel. Dus voel je niet te veel aangesproken als dat bij jou niet het geval is. Want er liggen hier eigenlijk fantastische dingen. En anders kijk je me gewoon nog eens even terug. Want kijk maar, zet je zorgen opzij en kom in mijn armen. En voor de mensen die met die toxic shit te maken hebben, als je zo ver bent en zo krachtig bent om jezelf ervan te bevrijden, dan komt deze heel snel op jouw pad. Die staat eigenlijk al naar je te kijken. Maar je kunt het nog niet zien omdat je nog ergens jezelf van mag bevrijden. Eeuwigheid. Heb eerbied voor de plek in elkaar waar alles liefde is. Heb eerbied voor de plek in elkaar die eeuwig is. Wauw. Nou, en deze die laat ik toch ook nog even zien aan je, want het is zo'n mooie kaart. Alle wegen leiden naar huis. Innerlijk overwicht, intuïtie, richt je blik naar binnen. De boogschutterenergie richt zijn pijlen op hoge doelen. Hier wordt gezegd, richt hem naar binnen. En als je dat driehoekje ziet, hè, de twee pootjes komen op aarde. Dus het gaat over het ontvangen. Als jij je focust op jezelf, op die mooie zelf, op je pad van schoonheid. Nou, ik hoop dat jij hiermee vooruit kunt. Dat ik jou weer heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat even een reactie achter wat je van de video vond. Je kunt kans maken op een van de 5 paravisies. Dan moet je even de algemene reading kijken. Daar leg ik het uit. Laat het even in een reactie achter als je daar kans op wil maken. Ik vind het natuurlijk heel erg leuk als je ook even laat weten hoe je deze reading hebt ervaren. Als je hem wilt delen, want delen is vermenigvuldigen. Gooi je duim omhoog. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende. Doei doei!